Even kuchen. Iedereen, laten we maar met het goede nieuws beginnen. Je bent geplaatst voor het EK. Ja, dat is ook het enige goede nieuws, want was wel een grote teleurstelling. Ja, je begon al een beetje zenuwachtig, je maakte een valse start. Ik denk, nou, dat valt wel mee. Volgens mij maak ik dat wel als vaker. Ik stond gewoon niet goed, dus ik dacht van, nou, maak even valse start. En dan een tweede keer, dan sta ik wel goed. Alleen, ik weet niet, ik kwam al niet weg. Slechte opening. Ik zat totaal geen snelheid in. En technisch was het ook niet zoals het moest zijn. Dus, het waren hele lange klappen in het begin. Ja, het was, ik weet niet wat het was. Het was wel vrij dramatisch. En nu? Nu is het punt erachter en dan ervan leren. En dan weer verder naar het volgende. Want dit mag me in ieder geval niet overkomen in februari. En, ja, in Heerenveen namen stond nog op het podium. En nu in één keer zit ik er 3 seconden vanaf. Dus dat is geen beste tussenstand. Dus dat is... Weet je nog wat je 2 jaar geleden hier reed? 2 jaar geleden? Dat weet ik niet. Ik weet wel... 1.52. Ja, dat was 3 jaar geleden volgens mij. Nee, het was in 2007. Oké, nou ja. 1.52.38 of zo. Dus ik weet het. Had je het nu mee gewonnen? Ja, vertel mij wat. Succes verder. Ja.